Welkom weer bij een nieuwe video en welkom op het zonnige Aruba. Alles even een stukje rustiger, 32 graden, lekker zonnetje, palmbomen. Het is even iets heel anders dan die stormen van afgelopen week in Nederland. In deze video gaan we kijken naar de Canon G7X Mark III. Een nieuwe compactcamera, misschien wel de ideale voor jouw zomervakantie van 2020. Dit is hem dan, een hele toffe retro-achtige uitvoering, beetje zilver met zwart. Hij is er ook in volledig zwart. En wat nieuw is aan deze variant is dat hij een nieuwe sensor heeft. Nog steeds wel 1 inch, dat had de G7X Mark II ook al, maar nu met 20 megapixel en een nieuwere processor. De lens is dezelfde gebleven, dat is een 24 tot 100 mm variant met een diafragma van 1.8 tot 2.8. Dus als die op 24 mm staat, dan kan je iets meer licht inlaten door het diafragma van 1.8 te kiezen. En als hij helemaal ingezoomd zit, is hij op 2.8. Wat wel volgens mij een beetje gebleven is als ik het zo zie, dat had de G7X Mark II al, is dat die lens heel gevoelig is voor stof. Dus op het lange termijn kan het zijn dat daar wat stof blijft hangen. Ondanks dat ik hem al een paar keer heb proberen schoon te maken. Nou ja, nu lijkt het nu weer even goed te gaan. Maar ik weet uit eerdere ervaring en ook van collega's die de Mark II gebruiken, dat dat een kwaaltje was. Dat lijkt nu nog een beetje hetzelfde te zijn. Qua prijs begint de G7X Mark III bij €669. En dat is heel wat geld voor een kleine camera. Gelukkig niet zoveel als de Sony RX100 die momenteel op €1300 begint. Een compact camera. €1300. Dit zijn mijn Arubaanse vriendinnen. Twee straathonden die hier geadopteerd zijn. He? Super lief. Verder is er qua bouwkwaliteit niet heel erg veel veranderd. Ik vind de grip aan de zijkant heel erg fijn, waardoor je duim er altijd goed achter kan blijven plaatsen. En ook de grip aan de voorkant, waardoor je hand er goed omheen kan. Het schermpje is nog steeds 180 graden kantelbaar, waardoor je jezelf goed kan zien tijdens het fotograferen en het filmen. Het enige wat wel nu anders is, is dat je dus aan de zijkant een microfooningang hebt van 3,5 mm. Waardoor je dus een externe microfoon kan aansluiten. Je hebt dan weer geen Hotshoe om die microfoon op aan te sluiten. Dat betekent dus dat je weer iets van een cage moet kopen om alsnog die microfoon op te plaatsen. Wordt je hele setup ook weer wat groter. Maar goed, de mogelijkheid is er wel. Je hebt alleen geen headphone jack, dus het geluid wat je opneemt moet je altijd monitoren via de meters op het schermpje. Dit is de audio uit de G7X Mark III. Je hoort het waarschijnlijk al, het waait een klein beetje. Niet zo erg als in Nederland. Nou ja, dat zeg ik nu. Die microfoon zal waarschijnlijk heel erg goed oppikken, waardoor ik iets minder verstaanbaar zal zijn. En ik denk ook dat de geluidskwaliteit een beetje metaalblikkerig-achtig gaat klinken. En dit is het geluid met de externe microfoon. Ik heb nu een Rode VideoMic Pro met een deadcap erop zitten, die dus iets meer wind zou moeten tegenhouden. En ik hoop dat het dus veel beter klinkt dan die interne microfoon. Is zo lekker. Maar goed, ik zal erover ophouden. De Mark III kan trouwens tot 30 frames per seconde fotograferen in een RAW burst mode. Dat is behoorlijk indrukwekkend. Dat doet hij met een elektronische sluiter. Daar is niks mis mee. Alleen je ziet op het schermpje niet wanneer die foto nou echt daadwerkelijk aan het maken is. En dat is een beetje irritant. Je hebt geen piepje of geen trillinkje. Je ziet alleen een balkje vollopen. En daarbij kan ik ook gelijk zeggen, gebruik die modus maar niet. Hij pakt namelijk alle foto's in tot een enkele .cr3 bestand, een RAW bestand. En Photoshop en Lightroom kunnen die bestanden nog niet openen. Daarbij is dat enkele pakketje al gelijk over de 800 MB. En de enige manier om die dan te openen is om DPP te downloaden, een fotobewerkingsprogramma van Canon. Dus ik zou vooral zeggen, gebruik gewoon lekker de 20 frames per seconde. Let alleen wel op, in die modus is het niet zo dat die onderwerp blijft volgen met de autofocus. Dat kan die maar tot 8 frames per seconde. Dus als je echt een bewegend onderwerp hebt wat van je af of naar je toe komt, dan zou ik vooral zeggen, kies die modus, want dan kan je maar 8 frames per seconde, maar dan houdt hij in ieder geval je onderwerp in focus. En in 20 frames per seconde kan je dus alleen vanaf het begin scherp stellen, 20 frames per seconde afdrukken en dan kan je achteraf wel op je camera en op je laptop natuurlijk kijken welke foto je wilt gebruiken, omdat hij elke foto individueel opslaat op je SD-kaartje.
En nu we het toch over die autofocus hebben. Toen die camera gelanceerd werd, kreeg die behoorlijk wat kritiek dat die autofocus niet al te best zou zijn in videomodus. Inmiddels is er een firmware update geweest, versie 1.2, waarop je zelf ook meer controle hebt over die autofocus. Bijvoorbeeld een hele gevoelige setting of een minder gevoelige setting. Het lijkt wel beter te zijn dan die eerste recensies die ik heb gezien toen die camera gelanceerd werd, maar... Het probleem zit hem vooral in dat je bent juist van kennen gewend dat die autofocus altijd heel erg goed is. Bijvoorbeeld net zoals met de EOS R. Op het moment dat je iets voor de lens houdt, gaat hij automatisch dat scherp stellen. Op het moment dat je hem weghaalt, ja, gaat hij automatisch weer terug naar het gezicht. De dual pixel autofocus. Daarom is juist Canon daar heel erg beroemd mee geworden. Dat zit dus niet op die G7X Mark III. En dat is het behoorlijke frustrerende dat het dus hier niet op zit. Hij zoekt vooral heel erg veel tussen de voor- en de achtergrond. En ook al zit er een gezichtsdetectiemodus op, die is gewoon simpelweg niet zo goed in het onderwerp herkennen als de andere camera's. Het is ook nog eens een keertje de eerste G7X die je in 4K eindelijk kan filmen. Dan kan die tot 30 frames per seconde. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. En nou was het wel zo dat tijdens de lancering er problemen waren met overwitting. Kon je tot 2 of maximaal 4 minuten filmen en dan schakelde de camera zichzelf uit. En dat is gelukkig ook verholpen weer met die firmware 1.2. Dat je in ieder geval weer tot de 10 minuten, want dat is het maximum, met 4K kan opnemen. Ik heb het ook hier even getest, onder de zon, gewoon even lekker 10 minuten laten draaien. En dat gaat gelukkig helemaal prima. Nee, dit is geen filter. Dit is echt een aquablauwe zee. Dit is net even iets het verlengde van Palm Beach. En dat is eigenlijk een beetje het populairste gebied van Aruba. Dus mocht je ooit nog daarheen willen gaan, is dit een beetje de plek om te zijn. Het hele fijne aan die G7X Mark III is dat hij een interne ND-filter heeft. En dat helpt natuurlijk heel erg om je sluitertijd een beetje naar beneden te brengen tijdens het fotograferen en het filmen. Net zo goed als dat er nu een ND-filter zit op deze camera om te zorgen dat de sluittijd ietsje lager kan vanwege dat knijterharde licht. En met het fotograferen zit er nu eindelijk een panorama-modus op de camera. En dat maakt het natuurlijk heel erg makkelijk om zo'n mooie panorama te maken van de kustlijn. Ondanks die knijtharde zon is het 3-inch touchschermpje achterop heel erg goed afleesbaar tijdens het fotograferen en tijdens het bekijken van je foto. Die is echt helder genoeg. En wat ik zei, je kan natuurlijk altijd nog een beetje kantelen om eventueel in de schaduw te houden mocht je het nog beter willen zien of even onder een hoek een foto willen maken. Heel erg handig. En ik ben altijd fan geweest van de originele G7X en heb een mooie exposure compensatieknop hier zo onder de mode knop. Waardoor je zelf een beetje de belichting kan aanpassen zonder al te veel moeite. En de camera kan 120 frames per seconde slow motion schieten in Full HD. Dat is best knap, aangezien zelfs mijn EOS R dat niet eens kan. Ik moet wel eerlijk bij zeggen dat de kwaliteit is oké. Het beeldmateriaal is heel erg zacht en er is geen autofocus tijdens het schieten van die slow motion. Dus wederom, eerst scherp stellen op je onderwerp, dan de camera aanzetten en dan hopen dat hij er goed uitkomt. Wat betreft de kwaliteit van de foto's ziet het er allemaal goed uit. Dynamisch bereik is heel erg fijn, de scherpte zit de 9 van de 10 keer heel goed op. En ook in situaties waarin er wat minder licht is, weet de camera heel goed om te gaan met hogere ISO-waardes. Er is weinig tot geen ruis. Je krijgt wel echt serieus veel waar voor je geld. Je moet je ook gelijk afvragen, heb ik dat allemaal nodig voor een vakantiecamera? De meeste mensen, en zeker hier op Aruba, zie ik dan gewoon een simpel cameraatje uit de broekzak halen, drukken 1 keer af, ah ja, leuk geworden, en doen vervolgens daarna gewoon weer weg. Dus ja, maar even beoordelen of je al die extra functies ook nodig hebt. Heb ik nog niet eens gehad over de livestream functie naar YouTube via deze camera. Dan heb je natuurlijk wel wifi nodig, maar het is gewoon ingebouwd in de camera, mocht je dat willen. De ergonomie is gewoon typisch Canon, heel makkelijk om alles te vinden, ook al ken je het merk niet. De autofocus is voor mijn gevoel even iets te traag. Zeker omdat je ja, Canon gewend bent, dan even iets meer van had verwacht. Daar doet die RX100 serie van Sony het toch wat beter, maar ja, die kost €1300. Dat is gewoon 2 keer zoveel als de Mark III. Mocht je de Mark III alsnog te duur vinden, dan zou ik zeggen, koop vooral gewoon lekker de Mark II. Die zit net onder de €500 en dan heb je ook meer dan uitmuntende point-and-shoot camera. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Laat het even weten in de reacties. Ram me vast op de abonneerknop als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!